Jan Smit heeft zojuist een sprankelende toevoeging aan zijn erkenningen ontvangen en deze keer komt het in de vorm van een YouTube-award voor zijn veelgeprezen kanaal Twee Kleine Kleutertjes, dat recentelijk de indrukwekkende mijlpaal van 100 miljoen views heeft overschreden. De feestelijke gelegenheid werd gemarkeerd door de overhandiging van de prijs door niemand minder dan zanger Claude, wat het moment nog specialer maakte voor Smit en zijn toegewijde team. Deze erkenning betekent ontzettend veel voor mij, verklaarde Smit, zijn oprechte waardering uitend. Het is een eer om te zien hoe ons werk zoveel mensen heeft bereikt en geraakt. Het succes van twee kleine kleutertjes is niet alleen te danken aan zijn enorme populariteit, maar ook aan zijn doordachte mix van vermakelijke en educatieve inhoud, perfect afgestemd op de nieuwsgierige geesten van jonge kinderen. Wat begon als een bescheiden idee in het brein van Smit in 2012, groeide al snel uit tot een multimediaal platform dat jonge kijkers vermaakt en tegelijkertijd waardevolle leermomenten biedt. Het kanaal begon bescheiden. Met eenvoudige liedjes en kleurrijke tekenfilmpjes, maar heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot veel meer dan dat. Naast het aanbieden van een uitgebreide bibliotheek van video's, heeft twee kleine kleutertjes zich uitgebreid naar andere vormen van entertainment, waaronder boeiende theatervoorstellingen, meeslepende dvd's en leerzame puzzels, waardoor het een integraal onderdeel is geworden van de jeugdcultuur. Deze bekroning met de YouTube-award is niet alleen een erkenning van het harde werk en de toewijding van Jan Smit en zijn team, maar ook een viering van de grenzeloze verbeelding en leergierigheid van de jonge kijkers die het kanaal hebben omarmd. Met nog vele avonturen en leerzame momenten in het verschiet, blijft twee kleine kleutertjes een lichtend voorbeeld van hoe entertainment en educatie hand in hand kunnen gaan, en dat verdient niets minder dan een glanzende trofee ter ere van zijn prestaties.